Goeiedag, u kijkt naar een uitzending van ons, Omroep Nederlandse Surinamer Zaanstad. Vandaag blikken wij terug naar het jaar 2007. Dit programma gaat over de voormalige Surinaamse Antilliaanse trefcentrum Famiri, gelegen aan de Vinkestraat 44 in Zaandam, die in het jaar 2007 haar deuren heeft moeten sluiten. Ons blikt terug en zet de volgende feiten voor u op een rijtje. Goedenavond, Bonetti. Vanavond is een belangrijke avond, omdat we vanavond een paar belangrijke dingen gaan we met elkaar bespreken. Ja, het is de bedoeling dat jullie geïnformeerd worden over de stand van zaken. Dat zal ik kort doen. Jullie krijgen ook van de heer Amoxi, ingenieur Amoxi, die een ontwerp gemaakt heeft op grond waarvan wij hebben gehandeld. Dat krijgen jullie ook te zien. En dan is er natuurlijk ruimte tijd om vragen te stellen. Want ik geloof dat er heel veel vragen zijn. Ja. Ik had van Glenn gehoord. 100 vragen. Ik ga kort even vertellen wat er de afgelopen jaren gebeurd is. Maar voordat we dat doen, wil ik eerst even voorstellen de mensen die nu het bestuur vormen. Leslie, die is toegetreden tot het bestuur en dat is bewust gebeurd. Leslie heeft ook duidelijk gemaakt dat Amman Wani meehelpen om de goede bouwen. De heer Dissels, ook alom bekend. Echte stoomvoet Rudy, Zeka. En John Pinas, die hier natuurlijk ervoor zorgt dat alles in orde is. Elke week weer. Goed. Ik ben Rodi-leden. Dit is dus het bestuur. En waarom is het bestuur nu zo samengesteld? Het zijn allemaal mensen die, die hun bijdrage hebben geleverd. En gezegd hebben, we willen ervoor zorgen dat we straks, de zaak, als het even kan, kunnen overdragen aan de volgende generatie op een goede manier. Het zijn nogmaals allemaal stoomvoeters uit die gemeenschap en niemand doet het met enig belang. Alle bestuursleden doen het gewoon belangrijk. Het is goed om dat even duidelijk te stellen. Abon, wat vanavond zouden we doen? We gaan kijken kort naar de toekomst van Surbeza. Maar de toekomst heeft natuurlijk te maken met de geschiedenis. Een stukje geschiedenis. Wat is er gebeurd? Ik heb opgeschreven, noodgedwongen sluiten we een periode af. Echt noodgedwongen en dat zal straks duidelijk worden. Wat we nu moeten gaan doen met elkaar is, we moeten gaan kijken, waar gaan we naartoe? Wat willen we voor de naaste toekomst? Dus ik heb opgeschreven een route, een weg naar de naaste toekomst, waarbij iedereen, dat zeg ik nu al, alles wat ervan nodig. Iedereen kan een inbreng hebben daarin. We verwachten alleen dat het positief is. De situatie. Surbeza is begonnen hier in dit gebouw onder één voorwaarde. En die voorwaarde is dat er hier sociaal-culturele maatschappelijke activiteiten moesten plaatsvinden. Ik heb mezelf verbaasd toen ik las en toen ik bevestigd kreeg van ambtenaren die vanaf het begin erbij betrokken waren, dat er hier eigenlijk nooit feesten hadden mogen plaatsvinden. Het staat ook in de vergunning. Het had nooit gemogen. Het is altijd gebeurd, maar de vergunning verbood dat. Dus het is goed om dat te weten, want dat speelt nu een rol. Goed, dus voor jaren al zo, bruiloften en dat soort dingen was in principe dat verboden. En dat heeft dus altijd al in de vergunning gestaan. Dat het gebeurd is, komt omdat de man Abdrobi. En een van die ambtenaren zei me, we waren bang voor een militante groep. Toen waren er ook geen klachten uit de omgeving. De buurt deed mee. De buurt was betrokken bij wat er hier gebeurde. Dus
in zekere zin van de gemeente het allemaal goed. Ze hebben het daarom ook altijd laten bestaan. Maar wat ze ook wel wisten op den duur, en ze hadden veel eerder verwacht dat het gebeurd zou zijn, zou Surbeza ophouden te bestaan. Dat was ook een gedachte. Die drie punten, die zijn belangrijk, die speelden ze een rol. In de jaren 80 en 90 was veel te goed. Jullie weten dat beter dan ik, Was ze er helemaal niet? Dat zeg ik dus net. Oké dan. Ik was er niet. Oké dan, daar moet je bij een leeshuis komen. Er was veel djugo hier. Er zijn vaker zijn er acties geweest, door tenminste in voorbereiding om in te grijpen. Heel vaak, dat heb ik ook bevestigd gekregen van de gemeente. Skoto en dat soort zaken. Oké. Goed. Er was toen vanuit de gemeente was er een duidelijke groep, of was er een groep die wilde dat Surbeza moest opgaan in welzijn bijvoorbeeld. Dat was gewoon zo. En hoe dat allemaal is gegaan. Nou, dat weten jullie nogmaals beter dan ik. Oké. In 1992, het is goed om dit even vast te stellen, wil de gemeente ingrijpen. En dat willen ze doen op basis van wat hier staat, dat het gebouw niet meer voldoet. En dat is ook, dat is, schrijven ze, zeggen ze ook van, hey, dat gebouw moet gesloopt worden. Maar er wordt niet ingegrepen, nogmaals, omdat men het idee heeft van, hey, dat ding is aan het doodbloeden, als aan een tap. Want die betrokkenheid neemt af, is zeer gering. Goed, wel zeggen ze al dan al van, hey, we gaan ons houden aan de vergunning. Dat wil dus zeggen, er mogen geen activiteiten, zoals ik het net zei, meer georganiseerd worden. Feesten en dat soort zaken. Geen pirativiteiten, moet je zeggen. Jullie waren toch fysiek om die plaatsen te verhuren, om lawaai, om mensen voor ons te hier. We komen daar overlast, zo op. Wordt overlast. Goed, in 2000, het jaar 2000, word ik benaderd door Rudy Seka om, zeg maar, om een gespreksgroep met de gemeente te leiden om de zaak hier weer nieuw leven in te blazen. Dat is in 2000. We overleggen met het bestuur, mevrouw Scholten onder andere, de wethouder. En het leidt ertoe dat er een nieuw bestuur komt. Ik stel samen met Rudy en een paar andere mensen, stel ik een nieuw bestuur voor, waar onder andere de zoon van Noël Dissels in zat. Maar, en Sinester zat er toen ook in, ik heb dat min of meer doorgedrukt, omdat ik vond dat iemand, weet je wel, van de oude stempel, Kokar en zo, ook in het bestuur moest zitten. Nou goed, al vrij snel valt dat bestuur uit elkaar en de zaak dreigt hier helemaal vast te lopen. En ik weet nog, vanmiddag word ik gebeld door mevrouw Scholten, de wethouder, en die zegt, meneer Leda, als u zich er nu niet mee bemoeit, dan gaan we de tent sluiten. Belachelijk. Goed, en op dat moment zeg ik, hey, aan elkaar, en ook aan la sapresi, dus ik heb toen gezegd, oké, dan neem ik het voorzitterschap op mij. En het was duidelijk de bedoeling om het jaartje anderhalf te doen. Goed, het is veel langer geworden, maar dat geeft niet. Met 7 jaar zijn al voorbij. Ondanks, ja. 5 jaar zit aan bestuur. Met heel veel plezier. En ik heb bijvoorbeeld de heer Alexander ook vaak gevraagd of hij niet in het bestuur wil zitten. Weet je wel, dat is een van de dingen. Want ik heb altijd gezegd van, Azaran of me. Weet je wel, dus vandaar. Goed, 2002 gebeurt dit. Omdat de Maatapapresi zegt het bestuur van, hey, we gaan zelf kijken
wat de mogelijkheden zijn om dit hier in stand te houden. Op dat moment brengt de heer Dissels mij in contact met ingenieur Amoksi, architect. We hebben een gesprek en ik vraag aan meneer Amoksi of hij een groep, een commissie wil leiden die gaat onderzoeken wat we het beste kunnen doen met dit gebouw. Nou, vrij, de heren werken hard. Iemand van de gemeente zat erin, meneer Hartog, wat echt een stoomvoet doet. En Johan, een project, Nieuwenhuizen, een projectontwikkelaar. Al vrij snel brengen ze een advies uit. En dat advies luidt, ze zeggen ronduit, dit is niet meer te redden. De staat van het gebouw is dermate slecht. Zo snel mogelijk verkopen, dan kun je er nog iets aan verdienen. Goed, op dat moment hebben we heel intensief overleg met de gemeente om zo snel mogelijk een ander pand te vinden. Het enige wat de gemeente ons kan bieden is een gesprek met Welzand om te kijken of we niet een gebouw van Welzand kunnen overnemen. Sterker nog, of we niet samen kunnen gaan met Welzand. Ik heb in een vrij korte tijd heb ik druk overleg met Welzaam. En ik moet eerlijk zeggen, prima overleg. De toenmalige directeur, Rob Vazen, was heel positief. Hij wilde heel veel. Onder andere wat hij wilde om samen iets nieuws hier te bouwen. Maar dat was niet mogelijk, omdat de gemeente gaf daar geen toestemming voor. Kortom, het advies. Het advies is, heren, verkopen als je er nog iets aan wilt hebben. Op grond van die informatie besluiten we om dat ook daadwerkelijk te doen. Er komt een overleg met de BAM. En de BAM is een van de grote jongens in dit land. Trouwens, ze zijn internationaal aan het opereren. En de BAM wil kopen. Wat zeg je? 2003. Alleen, duidelijk is dat dit gebouw niets meer waard is. Als jij niet waard bent, dan dus gebouw niet waard zijn. De gemeente, de BAM, koopt wel natuurlijk ook, maar het gaat om de grond. Omdat de gemeente weet dat het in Verdant gebeuren. Ja, iedereen bekend dat dat aanstaande is. En ik wil bedragen laten zien. Ik heb ze ook opgeschreven, zodat iedereen precies weet al waar het om gaat. 570.000 biedt de BAM. Maar daar moeten we nog van afgaan. Kosten om de grond hier, want de grond hier is vervuild. En dat is iets wat men nooit noemt. Maar meneer Alexander, mag ik je even vragen? Archie, alsjeblieft. Ja? Dadelijk, je mag doen alles aan die van mijn actie voor Archie. If you know Archie, Gina Trama aangelegd. De BAM wil dit hele gebied ontwikkelen. En de BAM is groot, ze hebben geld, dus het is geen enkel probleem. Alleen ze krijgen op dat moment geen toestemming om hier 4 hoog te bouwen. Dus die deal gaat niet door. Voor bouw hier 4 hoog. De BAM. Goed. Ik heb 1 vraag willen stellen. Straks mag je vragen. Ja. 570.000. Maar er gaan nog kosten ervan af om de grond hier te saneren, bla 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 bla. En uiteindelijk zal het opleveren zo rond de 480.000. Zal het opleveren. Oké, deze deal gaat niet door. Na de bekendmaking van de heer Ronnie Leder, voorzitter van de stichting Surbeza in Zaanstad, werd het tijd voor een openbare ledenvergadering, waarbij op sommige momenten de leden tot kalmte gemaand moesten worden. Niet ophopen. Als het moment zich voordoet, dan is het zeker maar even op de vraag van meneer, u kunt het duidelijk maken, want het is helemaal niet duidelijk voor me. Als u geen contact met die jongen. In 2005 wordt de zaak aan hand gemaakt bij een onafhankelijke verschillencommissie. Samen met de heer Boldewijn en meneer Seka
hebben wij een zeer intensieve avond voor de verschillende commissies. Het ging groen links. De uitzending. Ja. Mensen, het is duidelijk dat de voorzitter een gesprek wil afmaken. Sorry. En het is makkelijker. Het is altijd makkelijker. Als jij praat, wil ik naar je luisteren. De voorzitter heeft een agenda. Laat die even afmaken. Ja, en dan kunnen we normaal met elkaar in discussie gaan. Ja. Op een heel normale manier. Maar als we zo met elkaar in discussie gaan, hebben we geen respect voor elkaar. En we moeten respect voor elkaar kunnen tonen. En dat vraagt hij, dat vragen jullie ook. Dus ja. Hij geeft jullie respect. Dus geef het dan terug. Dank u wel. Oké? Goed. Oké, de verschillencommissie, na grondig onderzoek, doet de uitspraak dat de gemeente Surbeza een vergunning mag verlenen voor de activiteiten, om de activiteiten voor te zetten. Op zich, zal ik zeggen, merkwaardig, maar dit heeft natuurlijk als basis het feit dat er een bepaalde praktijk gegroeid is. En je kunt die praktijk niet zomaar stoppen. Bestuursrechtelijk moet men je ruimte gelegenheid geven om andersoortige activiteiten hier op te zetten. Goed, de bewonersvereniging accepteert dat niet. En je merkt dus dat er dossiervorming plaatsvindt. Er worden bijvoorbeeld foto's gemaakt van activiteiten hier. En de bewonersvereniging spant een rechtszaak aan. En die rechtszaak moet nog dienen. Het zal 15 januari dienen. Maar vanwege om gezondheidsredenen ging het niet door. En inmiddels kan ik mededelen dat de zaak 20 maart zal voorgaan. Goed, de inzet van de rechtszaak is dat de gemeente onrechtmatig gehandeld heeft door de vergunning te verlenen. Ik wil ook even naar intern kijken, want we moeten ook kijken naar onszelf. Goed, ik noem even een paar dingen. Je ziet in de periode 2003-2006, zie je dus om wat voor reden dan ook, dat meerdere bestuursleden, nogmaals, zonder daar verder een oordeel over te vellen, want het zijn legitieme reden, afhalen. Het kost mij enorm veel moeite om anderen te vinden. Eigenlijk kun je zeggen, anderhalf, twee jaar, ja. Misschien mag ik het één keer zeggen, moet ik een beetje in mijn eentje de zaak, maar ik doe het met plezier. En ik doe het vol overtuiging, omdat ik weet dat er betere momenten komen. Verder, ontzettend belangrijk is natuurlijk, de financiële opbrengst neemt af. Mensen, heel veel mensen, die willen of kunnen de huur die wij vragen om de zaak hier te kunnen transporteren niet meer betalen. En aangezien wij hier toch een sociale instelling zijn, komt het heel vaak voor dat wij een gebaar maken daar waar het kan, dat mensen toch hun activiteiten kunnen voortzetten. Maar de financiële opbrengst blijft natuurlijk achter. Oké. Verder kunnen we in dit gebouw, dat laat ik de architect ook onderzoeken, geen andere commerciële activiteiten opzetten. Dus, dames en heren, u voelt de normale exploitatie wordt onmogelijk. Als u weet wat het kost om dit gebouw hier gewoon zo'n beetje in stand te houden, je wil het niet weten. Eindelijk is het zonde van al dat geld. Goed, wat is de huidige situatie? De huidige situatie is dus de vergunning. Dat mag niet meer, feestelijke activiteiten. Dat wil zeggen dus de inkomstenbron is weggevallen. De opbrengst van de SOS is natuurlijk ver van toereikend. We hebben geen sponsors, we krijgen geen subsidie of wat dan ook. Conclusie, het voortbestaan onder de huidige omstandigheden is onmogelijk. Hoe je het ook draait of keert, en we hebben er alles aan gedaan om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Maar we zijn tot de conclusie gekomen onder de huidige omstandigheden. En dat betekent dus hier is voortzetting onmogelijk.
Verder, om nog even te speculeren op wat er ook aankomt, ik wil even aangeven, de rechter zal vermoedelijk aangeven dat het vergunningenbeleid natuurlijk gehandhaafd moet worden. Absoluut, dat mag je verwachten. Dat wil dus zeggen, die bijeenkomsten van persoonlijke aard, dat zal ook door de rechter bekrachtigd worden dat het niet mag. De gemeente heeft mij al laten weten, als er zich overtredingen voordoen, wordt de zaak onherroepelijk gesloten. Goed, wat zeg je? Ja, de kans is vrij groot. Deze, wat ik hier heb opgeschreven, is gebaseerd op jurisprudentie en dus eerdere uitspraken door rechters. We zullen waarschijnlijk een maandje of drie tijd krijgen om de zaak af te bouwen. En de rechter zal waarschijnlijk ook zeggen, gemeente, u moet Suweza helpen om vervangende ruimte te vinden. Maar de gemeente heeft al herhaaldelijk laten weten, tot vanochtend had ik nog contact met de gemeente, dat ze geen ruimte hebben. Kortom, weet je hoeveel plekken open staan? Wat wij vervolgens doen, want wij zijn ook niet gek en we hebben een bepaalde verantwoordelijkheid. Wat doen wij? Wij gaan noodgedwongen de markt doen. Wat doe jij? En we leggen contact met de meest bekende Spaanse makelaar, dat is de heer Wijman. We leggen hem het probleem voor en meneer Wijman als makelaar helpt ons om de zaak hier, hoe dan ook, te verkopen. En ik wil het even duidelijk zeggen. Nogmaals, we weten al langer dan 15 jaar dat de staat van dit gebouw van die aard is dat het niet meer kan. Na de brand in Volendam is de brandweer hier regelmatig geweest om te inspecteren. En ik kan u zeggen, met pijn in ons hart hebben we hier duizenden euro's moeten investeren. Bijvoorbeeld, u ziet de deuren boven enzovoort, hebben we moeten doen om hier te kunnen blijven. We hebben het, maar dat is ook zeer spas. Alleen maar om toch nog even hier te kunnen blijven. Kijk, hoe gaan we verder? Want we moeten met elkaar verder. We moeten met elkaar verder. Als je nu gaat strijden tegen elkaar, bereiken wij zelf niets. We zijn een heel kleine Surinaamse gemeenschap. We worden helemaal verspoeld door andere gemeenschappen. Kijk, ik wil het niet zo zeggen, maar als je nu een Turkse gemeenschap neemt, die komt 2 minuten en die krijgt gewoon een moskee. Zeker. Maar dat ze naar de paas doen het aan de manier. Ze doen het op een rechte manier. Maar als wij als negen willen froksen en willen camoufleren en aan mensen vrouwen willen zitten, dan gaat het toch ook niet. Dan gaat het ook niet als je als een bestuur als aan mensen vrouwen willen zitten. Hoe ga je groot willen worden? Als je als een bestuur aan mensen vrouwen willen zitten, hoe ga je groot willen worden? Hey, als aanpak van het bestuur jullie niet aanstaat, dan moet je het bestuur weg. Op de ene manier weg laten gaan en een ander bestuur laten komen. Al de mensen die het werk kunnen doen, deze mensen het werk niet kunnen doen. Heb je taal je het koele maar vrouw? Dan moet je andere mensen eraan komen doen die het werk wel kunnen doen. Als we achteraf dingen gaan zeggen, achteraf van ruw gezegd, achteraf van lullen. En zonder een of andere ondergrond heeft het geen zin. Kom met ondergrond en stuur deze mensen weg en laat iemand anders komen die het werk wel kan doen. Vernieuwen, als je dat wil. Ja, vernieuwen. Als je niet veel mensen niet willen, zoek andere mensen niet. Zeker. Ja, heeft gelukt dat hij de Spaanse mannen weg nog laten leven. Ja, tja. Ja, gelukt dat hij de Spaanse mannen weg laten leven. Oké, kijk, er moet ruimte zijn voor om emoties te uiten zonder meer. Want hoe dan ook, er ligt hier een enorme geschiedenis. Dat begrijp ik ook wel, zonder meer. Ik vraag alleen dat wij, hoe dan ook, respect hebben voor elkaar. Dat is wel de basis op grond waarvan wij dingen met elkaar moeten doen. En meneer Meynals heeft het heel duidelijk gezegd. Meneer Meynals heeft het duidelijk gezegd. Ik zal u zeggen, als u vindt dat u, hoe dan ook, de dingen anders, beter kunt, dames en heren, wij
maak een afspraak, we gaan overleggen met elkaar en we kijken hoe u een rol kunt spelen. Dat zeg ik, ik heb het al tijd gezegd en ik herhaal dat. Ik laat mij niet aanpraten. Fuck you. Allerlei insinuaties. Ik weet wat voor. We gaan door. En vandaag de dag boeken wij een resultaat waar we trots op kunnen zijn. Ik laat het mij door niemand ontnemen. Want ik weet dat met deze inzet wij iets kunnen overdragen aan onze jongeren. Dat is de situatie. En ik wil het ook één keer gezegd hebben. Absoluut. Ik weet wat het is. Ja? Maar welke jongeren? Ja. Onze jongen. Welke jongen heb je contact mee gehad? Ik ga. Mag ik één keer reageren op? Want hij heeft het over jongeren. Ja, maar welke jongeren heb je contact mee gehad? Oké, goed. Of David op de toekijker hebben het hoogst genoemd. Want we weten wat de plaats we hier hebben in de maatschappij en hoe hard we ervoor moeten vechten. Niet als we iets niet bereikt hebben, als doel niet bereikt hebben, dan hebben we niks gedaan. Wij hebben niks. Zo is het niet. Het is geld praten. Zo we moeten het niet verkopen. Want als jongeren hier zelf in de maatschappij... Dezelfde meneer die daar staat in praten, hoe vaak heb ik die meneer niet uitgenodigd? Deze man is een profiteerder dat gekomen is om hier te verkopen. Dus verder niks. Heb je contact met onze kinderen, met onze kleinkinderen? Heb je niks? Hij weet geen eens wie mijn zoon is. Degenen die daar staan en naar anderen roepen dat het niet goed gaat. Want als we iets moeten doen zoals meneer Wijnals zegt, dan moeten we het samen doen. Als we een potentiële jongeren willen hebben, dan moeten we het ook goed doen. Als er een agenda is en er komt een rondvraag, dan moet je wachten tot je beurt krijgt. Ja. Want ik ga niet hier komen staan om de krachten te geven terwijl jullie zo tekeer gaan. Ja, maar dan moet je ook schone... liever thuis zitten met mijn kinderen. Dan moet je ook een schone hart naar die mensen toe hebben. Want als ik ook hard werk om mijn kennis te hebben om het met jullie te delen, dan kom ik niet hier staan en dan gaan jullie dingen tussendoor roepen. Er is een rondvraag en dan wacht je netjes tot dat er is. En dit zijn eigenlijk de dingen waarop we moeten gaan letten. Dit zijn de dingen die wij moeten voorkomen. En daarom gaan de dingen niet goed, want er zijn mensen die boven ons zitten, die naar ons kijken hoe wij ons gedragen, hoe wij het gebouw gebruiken, wat voor vooruitzichten we hebben, wat voor voordelen, wat voor dingen we bereiken bij de jongeren. En als er geen voordelen zijn, dan krijg je deze dingen. Er wordt nu gefilmd. Maar ik vraag me af, er zijn hier belangrijke dingen gezegd. Zijn er notulen van gemaakt? Hoe gaan we verder? Wat voor ontwikkeling hebben we? Wat voor punten kunnen we wegschrappen? Er komt morgen wel. Het staat hier vast. Er zijn ook, het staat vast. Ja, maar ik weet altijd wat op papier staat, dat bestaat. Ja. Wat op papier staat, dat bestaat. En als er vergaderingen geweest zijn, waar zijn alle notulen? Zijn er ook notulen die naar bewoners toegaan van dit is besproken in de vergadering. Al ben je er niet geweest, want ik kon vanavond ook niet hier komen. Ik heb mijn best gedaan. Maar waren er notulen? Dan had ik eentje thuis gehad. Oh, dat punt. Ze willen nu jongeren in bestuur hebben. Ik wil me wel aanbieden. Ik weet voor welke punten ik sta. Wat willen ze bereiken? Maar de mensen die tussendoor praten, ik verzoek je, doe dat niet meer. Want ik voel me zo gedemotiveerd en ik heb zin om gewoon de zaal te verlaten. Want het is echt nut, gewoon energie, nutteloos energie verspillen. Ik wil ook graag
hier aan meewerken, want ik vind het heel erg zielig. We zijn heel belangrijk hier in Nederland. En wij moeten ook een plekje hebben om onze culturele activiteiten te vieren. Onze belangrijke dagen. En een verjaardag kan je overal vieren. We moeten dat ook kunnen doen, maar dat is niet echt de essentie van dit allemaal. Er zijn belangrijke dingen die wij moeten bereiken. Zoals de jongeren die niets hebben hier in Zaandam. Dat is belangrijk. Maar mijn God, mijn Jezus, zeg ik. Die woorden zijn mij hart gegrepen. Ik dit is nog een bijdrage waarvan ik zeg. Zulke mensen voor hen voor uit het teen. U bidt zich aan om mee te doen, mee te helpen. Nou, ik hoop dat er meerdere zijn die uw voorbeeld volgen, want dat is wat ik vanaf jaar zoveel heb ik dingen op papier gezet met die man met Rudy. En wie niet weet, zit gewoon uit zijn tijd te lullen. Kom. De rest, telefoonnummer en ze opschrijven. Kom goed, we hebben dit. Ja, hier, ja. Hier komen we mee. Dank u. Zijn er nog meer vragen? Ja, daar is er één. Ik sluit dan op Lars. Vorige verklaring mist we ook iemand die je gespast hebt. Er zijn heel veel ideeën. Ja, we kunnen niet meer naar het verleden kijken. We kunnen wel kijken, maar er zit er niks meer op. Kijken naar de toekomst. Heb jij een structuur die jij al... Het eerste, het belangrijkste wat er nu moet gebeuren is een ander onderdok. Dat is het belangrijkste. Om te verhuren. Want we weten allemaal met elkaar dat dit niet meer kan. Vandaar dat ik zei dat de bekendste Zaanse makelaar is gevraagd om mee te helpen. En nogmaals, de uitzichten zijn wat dat betreft toch wel bemoedigend. Want die meneer is heel hard aan het werk. We hebben al gezegd, we kunnen niet naar Borgenveer of naar Assendelft of waar dan ook. Het moet hier in Zaandam zijn. En dat is het belangrijkste. Maar dan heb je nog gebouw. Wat zeg je? Dan heb je nog gebouw. Ja, Zaandtower, boven Zaandtower. Zaandtower. Natuurlijk de invulling van plaatsvinden. Daar zijn de krachten zoals bijna in de hemel. Daarom heb ik net ook gezegd wat ik van u verwacht. Niet ik moet het doen. We moeten het gezamenlijk doen. Dat is het punt. Mijn bijdrage is dat we een ander gebouw vinden. Samen met het bestuur. Dat is het punt. Maar voor welke vergunningen? Dat zal van u moeten komen. En de stad kan een app niet herinneren, dat in het bos ga je wel weer kunnen komen werken. Doe ik het zo. Jij komt met het idee, als ik kijk naar de andere bestuursleden, ik denk dat ik namens jullie spreek als ik jou vraag of jij dat dan wil trekken. Want dat is het punt. Shit. Dat is het punt. We zijn allemaal... Ik ben toch ook met idee gekomen. Allemaal, heb je toch gezien op papier bij mij thuis, toch? Ja. Wat is er mee gebeurd? Geen malle moer. Nee, het is belachelijk. Hoeveel kikkers je hebt te verkopen? Leg die bal bij iemand aan. Hoeveel kikkers je hebt te verkopen? En zoveel kikkers je hebt te verkopen? Nee, ik weet niet. Hoeveel kikkers heb je nog op te verkopen? Ja? Oké. Kunt u zich een beetje vinden? Misschien heb ik dan een vraag in... Geen conflict heeft met de gemeente.
Dat opvakt, Is afhankelijk met de wijkvereniging. Ik sta er hele zaken in en ik vind dat zeker. Nou, het is plezierig om dat te horen. Heel plezierig, want we hebben geen conflict natuurlijk. Dat hebben we ook altijd zo gezegd. En gelukkig. Dat hebben we gezegd. De oplossing is daar weg. Ja. Zijn er nog meer vragen? Niet? Oké. Meneer. Ja. Ja, ik heb nog een vraag, ja. Meneer Heijns bevestigt net dat er een commissie komt. Nee, ik heb een vraag. Ja. Echt, wat is het? Fantastisch. Als je ooit gekend hebt wie je bent als achterban. Vraag om als je ooit gekend hebt. Is dat niet een vraag? Vraag om. Oké, goed. De invulling komt wel. Ik heb nog een vraagje. Oké, meneer. Ik heb nog een vraag. Meneer, moet komen dat er een commissie komt. Ja? Er moet een wisselwerking wezen tussen het bestuur en de commissie. Dat betekent dat we ook wat de commissie zou moeten doen, controleert het bestuur. Wat het bestuur doet, controleert het zo. Dat is het. Mag ik wil nog één ding benadrukken? Hè? Laten we alsjeblieft het verleden niet meteen achterlaten, want het verleden wat je aangevlekt hebt, blijft gevlekt. Maar niet te veel de nadruk op leggen, want daar hebben we in wezen geen, of Frans gezegd, geen malle moer aan. Ja, we hebben wel wat aan. Want al heb je hier gefout, of mag je toch weer? Ik heb nog een vraagje. En dan wil ik werk aan de heer vragen om dan kort. U had het over een plek. Volgens mij gaat het de gemeente er ook om wat voor bestemmingsplan jullie in gedachten hebben. Maar wordt het net een sociëteit als dit met zalenverhuur, een plek waar de jongeren kunnen zitten, kunnen biljarten, muziek kunnen maken. Want daar gaat het ook om, een bestemmingsplan. En je kan het niet bijvoorbeeld in de stad zetten, want daar zitten woningen en dat soort dingen. We zullen je aanbevelingen meenemen. Je moet je aankomen. Volgens mij begrijpt u niet wat ik zeg. Ja. Is er nog één vraag? De laatste vraag en dan. Ik ga erbij staan wat voor de mensen. Ik kan ook. Ik snap die emotie die er allemaal bovenop komt. Want wij zitten zelf ook in een huizenplan. Het is altijd fijn als je iets hebt. En het wordt vertrouwd, het wordt gezien van jezelf. Ja? En als je dat toch verlaat, dan moet heel veel emoties op. Maar meneer Leden, ik ben nog steeds bij die oudere groep hier, gymnastieken, iedere vrijdagmiddag. Ik word er bijna emotioneel van dat we straks ook van hier moeten verhuizen. Over wat voor tijdsbestek praat u? Twee dagen. Een jaartje. Binnen een jaar. Mensen, jullie zien het een jaar lijkt wel ver weg, maar het is toch dichtbij. Helpen jullie allemaal kijken naar een locatie dichtbij. Het gaat niet zo makkelijk, het gaat om het stemmingsplan. Ik kan wel een locatie. Mavis, ik heb wel een locatie. Vijfhoek, de crematorium. De crematorium en de begraafplaats. En die is uitvaartcentrum. Dus daar moeten we afscheid van nemen. Het is een afscheidscentrum. Daar ken ik een locatie. Vijfhoek ken ik een locatie. Daar ken ik een locatie. U heeft gekeken naar een uitzending van ons. Omroep Nederlandse Surinamer Samenstad. Wij danken u hartelijk voor het kijken en tot de volgende keer.